Nou, helemaal happy. Hij is binnen. Goedemorgen, het is vrijdag en het is studiedag, dus we zijn lekker in pyjama in ieder geval. Ik heb mijn pyjama aan en een trui van Marco erover getrokken. Zelle, lekker in een pyjamaatje, die is lekker aan het spelen. En ik krijg zo mijn laptop. Die kan elk moment komen. En binnen nu en 2 uur. Mijn nieuwe laptop. Mama! Mama krijgt een nieuwe computer. Oh, is je dekseltje los? Waarom krijg je een nieuwe computer? Omdat de mijne er een beetje mee ophoudt. Kijk of dit lukt met de camera. Moet jij heel stil zitten? Ik heb nog een dingen. Ik moet ook nog camera balanceert op mijn knie. De dekseltje is uit de waterkoker. Dat is natuurlijk echt een drama. Maar hoe dan? Echt? Kijken of ik dit er ook nog in krijg. Het is zo lang dat het kapot is. Ik zag het opeens en ik moest daar mee. Ja. Het is toch wel handig een mama hebben, hè? Want dat is wel mijn allernieuwste ding van de keuken nog. Ja, van de keuken wel, maar ondertussen heb je hem wel al een hele tijd. Wat maar, wil je voor te drinken? Thee. Oké. Zo, hey. Mama is jouw help. Hij zit er weer in. Hij was ook al een beetje los. Dus daarom wist ik al dat het zou gebeuren. Oh. Maar nu gebeurt het opeens. Maar wel fijn dat hij er nu weer in zit. Ik kan echt niet wachten op die laptop. Het fruit eruit halen. Alleen. Ik heb fruitensap gekregen. Maar ik heb wel altijd een hekel aan. Of jij liever fruitensap of koffie? Nee, ik wil echt wel thee. Ik ben een theedrinker. Met wat fruit ernaast. Op een bordje. Een fruitsalade. Maar goed, ik ben heel blij dat ik mijn nieuwe laptop krijg. Het is wel altijd gedoe, want ik wil echt helemaal schoon beginnen op die laptop. Want die gewoon helemaal goed is gelijk. En dat is wel altijd gedoe waar ik iets mee zijn zin heb. Zijn alle foto's wel van de computer af? Bijna wel. Dan moet je dat wel heel snel doen. Ja, maar dat kan ik daarna ook nog doen. Die laptop is niet gelijk weg. Hij doet het alleen niet zo goed meer. Goedemorgen. Een gekke kleuter dat je er bent. Dat je een mooie lach. Dus ja, dat voor nu. Nou, helemaal happy. Hij is binnen. Oh. Oh, Sarah is heel nieuwsgierig. Ik plakt aan me vast. We gaan het openmaken. Nee. Oh, wil jij trekken? Vind jij leuk? Wacht, draai ik hem even rond. Even zo. Ja. Hier, pak deze maar. Dan trek je hem naar toe. 1, 2, hard trekken. Trek. Oeh, ja, nou heb je de rits open gedaan. Ja, daar is die. Mag ik in de doos? Kijk, en dan, ja, weet je wat? Wat is fijn? Daar is leeg, blijf zitten. Veel plezier met je nieuwe boot. Je boot? Ja, een boot. De doos maakt iets minder uit. Oh, ik ben zo blij met een nieuwe laptop. Ik was er echt aan toe. Is het een witte laptop? Nee, jij zit in een hele mooie met een stoffen hoes. Dat wordt heel netjes verstuurd. Echt ook met zo'n balkje eronder. Mooi. Balkje, balk. Oh, ja, ik denk, wat voel ik? Maar kijk. Er zit een hele mooie rand onder. Dat is anti-slip. Ik wil even iets van de baby afhalen. En dan moeten we hem open doen. Ja, hij is echt heel mooi. Hij is echt... Ja, ik ben hier zo blij mee. Ik heb hem zelf aangepakt. Hij is echt prachtig. Je ziet niet eens de koffie meer. Het is helemaal gek. Ja, ik ga hem nu nog even netjes wegleggen. Want
ik ga denk even langs mijn moeder om een paar dingen in één keer goed te maken. Maar ook langs iets je mama? Erin. Langs mijn mama, ja. Mag ik Leo even nog spelen? En jij... Ik ga niet nu. Kan jij dan een theetje drinken? Dat ik nog wel even kan spelen. Dat is goed. Ik ga niet nu naar oma, want oma is niet eens thuis nu. Oma is wel thuis. Ik ga even overleggen wanneer oma thuis is. Misschien pas als jij slaapt. Ik heb het oma nog niet eens gevraagd. Misschien zegt oma wel nee. Misschien kan ze wel helemaal niet of wil ze wel helemaal niet. Ik moet het nog wel eerst vragen natuurlijk. Maar ik denk het wel. Ze doen het nu even netjes in de doos. En ik blijf ook in de doos. Dan heeft hij netjes. En mama, ik ga een pakket voor je inpakken. Ik ga een pakket voor mij inpakken. En dan, als die dadelijk draait, draait hij helemaal zoals ik het wil. Allemaal helemaal schoon. Want ik vind tegenwoordig ook dat ze heel vaak al allemaal apps en dingen erop zetten die je eigenlijk helemaal niet wil. Dus dat wil ik er allemaal gelijk al af. Gewoon de software erop die ik wel gebruik. Mama! En de bestanden. Ik kom zo kijken, Mok. En verder even gewoon helemaal clean beginnen. Echt laptop die werkt en die opgeruimd is. We gaan nu even boodschappen doen. En ik bedenk me echt net. Mama? Ja, wacht, als ik mijn grond heb. En wacht, koppeling. Ja, druk maar, indrukken. Juist. Heel goed, je voelde hè, dat die aanging. Dat kan je me nog laten. Maar wat ik me net bedacht, ik maak me altijd een boodschappenlijstje wat ik allemaal meeneem. Of in ieder geval allemaal mee wil nemen. En dat heb ik niet gedaan. En ik moet echt voor 3 dagen nu eten kopen. En ik weet niet. Voor vandaag, voor morgen en ook morgen. Nee, voor vandaag, voor morgen en voor maandag wil ik het vast. Want ik vind het eigenlijk altijd fijn om een dag vooruit. Zondag hebben we geen tijd om boodschappen te doen. Dus dan wil ik voor maandag al wel in huis hebben. En morgen hebben we best een drukke dag. Dus dan hebben we ook geen tijd. Dus, en ik wil niet maandag. Stel, je bent ziek of er komt iets tussen. Ja. Dan heb ik niks in huis. Ik sta mee, hè? Ja, wil. Oh, jeetje. Maar goed, we gaan even nadenken. Ga maar even vast in je hoofd nadenken. Wat we zouden kunnen doen voor eten. Ja, die is niet zo mooi, hè? Die doen we niet. Als jij nou... 30 boontjes. Gaat dat lukken? Tenzij ze heel klein zijn, maar groter. Kan je hem wel zouden? Waarom zit je hem toch hier neer? Staat hier nu toch niemand en anders hou je het even opzij. Nou, beter geïnspecteerde boontjes ga ik nooit van mijn leven meer krijgen. Ik doe ook een keer een stukje kijken. Ik ga even de kippie pakken. Kom ik daarna bij jou? We zijn weer thuis en moeten opschieten, want we moeten zo naar zwemles. Het duurde al wat langer. Ik zit mijn haar eigenlijk echt heel erg. Ik heb het... Mama, ik heb het in de la. Nee, doe maar even niet in de la, Mok. Sarah is al begonnen met de boodschappen weg. Ik zet de bootje even klaar. Want dan kan ik... Mama, als, is het goed als ik hem op de... Niet in de laag, maar die... Die plank erboven. Ja. Ja, dat is goed. Dan zet ik de pannen klaar. Als ik dan thuis kom van zwemles, hoef ik alleen maar aan te zetten. Dat vind ik altijd heel prettig om te doen. En na het eten gaan we even naar mijn moeder met mijn computer. Want die heb ik gesproken. Ik kan niet wachten tot ik hem kan gebruiken. Nee, dat is stro. Zet het maar even bij de tuindeur. Dan zet ik het zo wel buiten. Nee hoor. Nee, jij kan die haken niet open krijgen. Zet het maar daar. Maar doe maar eerst de koude dingetjes even wegzetten. Die hebben wat meer haast. En de mama de boontjes. En dan kunnen we zo mooi op tijd weg. Let's get wild. Gelijk weer door in de auto, onderweg naar zwemles. En dan nou eten en dan weer door naar oma Heidi. Ja, gaan we gelijk door, hè. Geel. Ja, en ik had ook wel een gele. Staan we 2 of 1-1. We hebben er 2. Nee, 1. Ik had toch 1-1. Een gele met de M&M net erop. Ja. Ja. 1-1. Jij zegt dat is 2. Dan hebben we er 2 toch samen? Nee, we tellen niet samen. Ik mag dat gewoon tellen. Jij gaat zo heel goed zwemmen en ik hoop dat ik een stukje kan filmen, maar het lukt niet altijd. Soms staan er mensen voor of er komen allemaal andere kindjes in beeld. En vorige keer had ik heel erg dat de ruiten, er zit een witte aanslag op van het water, van het spetteren.
Nou, daar kon ik bijna niet doorheen filmen. Dat was echt jammer. En over 2 weken heb ik kijkles. Dan kan ik goed filmen. Maar dan heb jij het kinderfeestje van Noah. Dus dat ga ik weer missen. Nou, dat was niet te filmen. Want het stonden allemaal kindjes voor. En dat vind ik ook voor mezelf jammer. Dat zijn filmpjes die ik wel altijd bewaar. Snel koken. Ik ga lekker pasta met pesto maken. Ja, en ik heb altijd deze pesto. Dit is een vegan pesto. Zonder kaas, want ik hou niet van kaas. En hij stelt er alles behalve scherp. Ik wil ook niet met kaas. Ik heb deze. En kijk, die is dus vegan. En we hebben nog deze pasta. Die is uit Duitsland. En daar heb ik hem vorige keer ook meegemaakt. Die was heel lekker ermee. En dan met spergieboontjes en kip. Mama. Simpel, maar wel heel lekker en wel gezond. Oh, dit is zo lekker. Ja. Jij vindt het ook lekker, hè? Ja. Ja. Even snel door eten, dan kunnen we naar oma. Ja. Zo, we gaan weer onderweg. Mag ik een liedje horen? Ja, tijd. Nou, dit is toch een liedje? Dus ik heb maar leuk. Ik heb een nieuwe laptop mee en ook de oude als ik dingen op moet zoeken. Dus ik denk, nou, dan ben ik in ieder geval goed voorbereid. Oh, ik heb trek in de bakken. En oma ook, want oma heeft heel veel van die sausjes die ze zo lekker vindt. Ja. Mijn moeder heeft een bepaald soort saus die ze heel lekker vindt. Dat is zelf aanmaaksaus. Maar die verkopen ze bijna nergens. En nu kon ik ze via de Jumbo bij mij dus wel bestellen. Dus mijn moeder had al gezegd, doe dan maar 20 zakjes. Ze hebben nu 20 zakjes saus mee. Ja, en die heeft Sarah in de eigen kleine boodschappentasje meegenomen. Wel heel schattig. Ik heb er 2 een beetje geschud dat ze goed naar beneden gaan. Oh ja, dat is heel fijn voor oma. Misschien moet je dat met alle 20 dan doen als oma ze op gaat ruimen. Dan zijn ze allemaal helemaal klaar ervoor. Is dat een idee? Nee. Nee? Oh. Ik zie wel een huis waar het best groot is. Oké. Lekker grote eettafel. Ja, dat is fijn, hè? Ik ga bij iedereen in de huizen kijken. Ja hoor. Mama zou ook zo graag zo'n grote, echt gewoon zo'n 2,5 meter tafel of zo met 12 stoelen eraan. Lijkt me geweldig. We hebben nog zo eentje. Wat is de robot eigenlijk hier? Dit is het stukje robot wat jullie al af hebben. Hij wordt wel cool. Dan heb je weer een gekke dondersteenbui. Een beetje. Weet je al welke ik ga maken, oom? Oh, is dat me laten zien? Ja, laat maar liggen. Nee, er zijn meerdere opties. Oh, je kan kiezen welke. Ga je maken? Je hoeft nog niet te kiezen. Je moet nog een paar stappen voordat je moet kiezen. Ik weet wel welke ik het coolst vind. Welke dan? Nee, ik wil eerst weten. Maar we hebben de robot, de tank en de schorpioen. Ik weet ook welke ik het coolste vind. Ik deze. Nou, oom ook, want oom is een schorpioen. Nou, mijn nieuwe computer daarachter gelaten. Oh, en ik ben lekker scherp. Dat is beter. Sarah ligt op bed. Het was al bedtijd geweest toen we thuis kwamen. Dus ik heb even thee gezet. Ik ga mijn oude computer aanzetten. Even zo snel mogelijk nog wat dingen doen. Want hij moet natuurlijk daar leeg. In ieder geval alles moet over. En dat wil denk ik opschonen. Maar volgens mij heb ik dat vanochtend al verteld. Ja, van mij wel. Dus ik ga even heel hard aan de slag. Ik zat er alweer helemaal in. Maar dan wordt het alweer laat. En ik denk, ja, ik moet toch ook nog wel een keer mijn bed ingaan. Want Sarah komt ook morgenochtend. Dus ik ga snel naar boven. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei doei.